and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Beste Junkers, ik ben Frank Molnar en dit andere De Sopranos. The Making of Total War 2. Een ongelofelijke review van Gears of War, plus een supercoole wedstrijd. En dan eindelijk maken wij de... Vorig jaar bewezen de jongens van Rockstar al met Grand Theft Auto Liberty City Stories dat het mogelijk is om de gameplay van de PS2-versie zonder noemenswaardige compromissen over te brengen naar de PSP. Het resultaat deed niet enkel de ontwikkelaars schitteren, maar demonstreerde tegelijkertijd de tot dan toe onaangeroerd gebleven kracht en mogelijkheden van Sony's handheld-console. Vice City gaat daarin volgens ons nog een stapje verder. Het hoofdpersonage is deze keer Vic Vance, de zwarte ex-marinier die in Vice City gestationeerd is en zijn uit GTA Vice City beruchte broer Lance Vance opzoekt. Het leger betaalt niet slecht, maar op een ironische manier zou het haast misdadig zijn om niet te profiteren van de mogelijkheden die deze stad biedt om wat extra geld te verdienen met, misdaad. Lance Vance wordt heel gepast van een stem voorzien door Philip Michael Thomas. Je zal dus als Lance-fans je ding moeten doen. Maar net zoals altijd moet je als speler de hoofdrol delen met de stad waarin de Grand Theft Auto game zich afspeelt. Het Miami dat zoals gezegd model stond, werd in de periode van de gebeurtenissen in de game overspoeld door cocaïne. Een gebeuren dat de economisch duidelijk wegzakkende stad op een hoogst onorthodoxe manier redde. Bendes begonnen zich op hun eigen manier zo snel mogelijk te organiseren en besloten dat er ondanks de overvloed niet genoeg cocaïne, geld en plaats was voor iedereen. Ten slotte wordt het actieterrein, ondanks dezelfde speelplattegrond, aanzienlijk uitgebreid door het uitgestrekte en alom tegenwoordige wateroppervlak van Vice City meer in de gameplay te betrekken. Je krijgt dus meer missies op het water, je personage kan zwemmen en je krijgt veel meer boten om je ding mee te doen. Wat de missies betreft kiest Rockstar met Grand Theft Auto Vice City Stories meer dan ooit voor variatie. Daarnaast kan je in dit game weer uren en uren slijten met het uithalen van allerlei niet-missiegebonden criminaliteit en het doelloos rondtoeren of stunten met motors, auto's en jetskis. Grand Theft Auto is en blijft een van de weinige actieseries die zelfs nog een overdaad aan mogelijkheden biedt aan spelers die het eigenlijke spel even niet willen spelen. Gamers, we hebben hem reeds een paar maanden gespeeld. Hij ligt sinds een paar dagen in de winkel. Ik ben eraan verslaafd. Voor mij de game van het jaar. Raf, Gears of War. Gears of War is... Ik ben altijd voorzichtiger. Het is één van de games van het jaar. Het is sowieso... Als je een Xbox 360 hebt en je bent een shooterliefhebber, dan moet je hem hebben. Het is diep. Het is mooi. Het is van de jongens van Epic. Dat zegt voor mij al genoeg. Cliffy B, de jongens die Unreal hebben gedaan. Die weten hoe dat een shooter ineens zit. Die weten hoe dat een shooter ineens zit op singleplayer vlak. Die weten hoe dat ineens zit op verhaalsvlak. En die weten hoe dat in elkaar zit op multiplayer vlak. En alle stukken passen. Er is niet ergens iets waar je van kunt zeggen dat hadden ze beter anders gedaan. Ik heb soms het gevoel dat ik naar een film aan het kijken ben ook. Ja, dat is ook. Dat is ook. En ze doen ook van die filmische trucjes. Dus het is een third- en first-person shooter. Hangt een klein beetje vanaf hoe, dat je, het, hoe dat je kiest, hoe dat je inzoomt enzovoort. Maar je ziet effectief, midden in een vuurgevecht bijvoorbeeld, wordt er iets geraakt in jouw buurt, of er stort iets in, of er landt iets. Dan draait de camera er naartoe. Normaal gezien wordt het spelverloop dan onderbroken. Hier niet. Hier heb je constant het gevoel dat je helemaal in controle zit, maar ze doen dat gewoon dat je zeker niks zou missen. Want ja, die mannen hebben echt wel bloedmooie graphics gedaan voor iets spectaculairs te doen. En als je dan toevallig naar een andere kant ontzettend, dan mist het. Ja. Ja, van andere kant zien gesproken, ik had toch het gevoel dat ik soms te veel aan mij moest laten voorbijgaan. Omdat ik in tegenstelling tot veel andere shooters niet eens een halve jaren kon rondrennen en schieten. Ik moest echt lopen, vorderen, dekking zoeken, even schieten, terug wat vorderen. Dat past volledig in wat ze juist bedoeld hebben met dit spel. Die games die jij bedoelt zijn de running guns. Wat dat vroeger eigenlijk Unreal was. Dat was rennen, schieten op alles wat beweegt. Hier niet. Het is ook geen tactische shooter. Hè. Pas op, je kunt hier serieus wat incasseren voor als je neergaat enzovoort. Maar stop en pop systeem. Wat betekent? Je zoekt dekking, je duikt naar dekking, je sprint naar dekking of je valt in dekking. En dan begin je te wachten tot als een ander zijn kopje ook laat zien. Je gooit een granaat of je schiet. Of in deze geval zelfs over je dekking kunnen zo. Dan schiet je helemaal niet precies. Hè. Pas op. Maar als je rendingen schiet, schiet je even weinig precies. Dus het is echt wel knap, het is overtuigend. Wij zien altijd die oorlogsfilms, wij denken van waarom steken die gasten hun kop boven, dat doet er niet. Je sproeit verdood. En dat kun je hier ook en dat past. Dus het tempo is niet traag, zeker niet. Want het spektakel is groot genoeg. Je zult zelfs op een gegeven moment tegen vijanden oprennen, heel dichtbij, explosieven onder die hun panzer steken maken, dat je weet zeker.
bam. En multiplayer, hè, het is... De cirkelzaag. De cirkelzaag, het is zo het geweer, het is fantastisch. Je hebt er een cirkelzaag onder zitten. Maar als je vijanden hebt geraakt, ook in het singleplayer gedeelte, en die gaan nooit bijna helemaal dood. Die blijven zo'n beetje in limbo, zoals in een tijd, als ik me goed herinner, de multiplayer van Return to Castle Wolfenstein. Dus je blijft zo even dat je kwetsbaar bent, maar nog niet dood zijn. Dan kan een andere speler oftewel komen helpen, oftewel kun jij ervan profiteren voor hoe effectief af te maken. Het enigste, als ik toch kritiek mag geven op de multiplayer, is dat het beperkt is tot 4-4 spelers. Ik kan eraf onderbreken, want dat begint te zagen en te lullen zoals we dat van hem gewoon zijn. Ik mag daar bijvoorbeeld ook 5 exemplaren van Gears of War weggeven aan onze kijkers. Ze moeten gewoon even surfen naar junk.be en daar vinden ze al het nodige. Maar er is meer. We mogen maar liefst 60 van onze kijkers en junklezers ook natuurlijk naar een unieke lasershoot sturen zaterdag 9 december in zaal Stafford in Stabroek. Dus ook zij gewoon mailen naar redactie@junk.be of surfen naar junk.be en daar vinden ze al informatie. Ja. Is dat vet of is dat vet? Zelf gaan schieten of het spel krijgen en daarin schieten. Of misschien wel alle twee. Een van de leukste tv-series momenteel op tv is Prison Break. Een van de tweede leukste is The Sopranos. Ja. Ja. Het spel is iets minder, hè? Het spel is inderdaad iets minder. Ik kan zeggen, ik heb het niet helemaal uitgespeeld, dus dat heb ik niet volgekregen. Maar collega Wim, die hier helaas niet kan bij zijn, wegens heel twijfelachtige andere verplichtingen. Ja. Spraakles. Ja, bijvoorbeeld. Die heeft het wel helemaal uitgespeeld. Dus een review lees je trouwens in de volgende gang. Ja. De Sopranos is een geweldige reeks. En jammer genoeg niet helemaal, misschien wel, is dat toch vriendelijk uitgedrukt, geslaagde game. Versie ervan. Wat je krijgt is, je krijgt een min of meer open gamewereld waarin jij als Joey LaRocca, wat de zoon van Big Pussy, je had altijd heel graag, dat is een man die hebben ze in de reeks kapot gemaakt wegens verraad. Dat is een zogenaamde ratzinger. Dus daar is het wel knap in. Het is helemaal geïntegreerd gespeeld. Geen echt personage uit de Sopranos, maar al de andere zijn er. Die herkende ook onmiddellijk. Zelfs op de PlayStation 2 versie die wij hier hebben gespeeld, is het onmiddellijk zichtbaar van, oh, dat is dat personage, dat personage, dat personage. Maar nogmaals, enkel voor de mensen die de televisiereeks gezien hebben. Ja. Ja. Dus voor die kan het een extra inbreng krijgen. Dus je krijgt James Gandolfini, wie Tony Soprano, de man. Ja. En deze stem zit erin. Er zitten nog een paar andere stemmen in van de echte spelers. Dus dat klopt volledig. De locatie zit erin. Je hebt Badabing, dus waar dat de stripsters zitten, waar dat ze altijd bij elkaar komen. Ook dat zit erin. Je krijgt net zoals in, als ik dan toch mag vergelijken met The Godfather, van die korte scènes waar je echt heel brutaal te werk kunt gaan. Je kan iemand met zijn hoofd in een toilet duwen, maar net zoals wij in Manhunt en al die anderen, like The Punisher hebben gezien. En dat is één keer grappig, twee keer grappig, maar dan de derde keer. Zoals de Praga. Ja, dat is zo. Die is hoeveel keer in het toilet geduwd? Maar de Praga bleef daar redelijk lang grappig. En je ziet het ook aan zijn kapsel. Maar in de reeks, in dit game is het minder. Wat je hebt is, dit spel werkt. Maar iedereen had gedacht van, kijk, de verwachtingen bij de Sopranos zijn net zo hoog als de verwachtingen bij een Godfather, als bij een Scarface. Want dat zijn wel klassiekers, maar de Sopranos zijn de klassiekers voor over 20 jaar. Daar spreken ze over 20 jaar over als wij nu over de Godfather. Dus dat moet even goed zijn. Ik denk dat je kan zeggen, Saints Row en dan al die andere games staan er mooi netjes naast elkaar. Godfather, Scarface en de Sopranos. Maar daarboven staat zo net nu momenteel Saints Row. Voor jou, bij mij staat Scarface ernaast en staat die er net onder. Dus het is zeker niet gebuist, dit game. Het heeft net geen onderscheiding. Dus het is zeker geen slecht game, want ze hebben er echt moeite in gestopt. Maar het had iets beter gekund. En als een fan van de televisiereeks ben ik een beetje teleurgesteld. Medieval 2 Total War combines strategic warfare on an epic scale and spectacular real-time battles fought on massive, realistic battlefields. Medieval 2's grand campaign spans 5 centuries of medieval war and challenges you to take control of one of 17 great kingdoms and lead them to total domination. You will use diplomacy, espionage, trade, religion, and military might. This
is an age of darkness. This is Total War. Hello, I'm Penny Sweeter, a game designer at the Creative Assembly. In this movie, I will show you how settlements work in the campaign game, focusing on one of Medieval 2's new features, cities and castles. Having chosen your kingdom for the grand campaign, you'll begin with a small number of provinces under your Total War. Than ever. It's not about boosts. It's not about 1 foot in. It's not about what's on the outside. Up here, it's about what's on the inside. It's about knowing your road. Because the truth is, it ain't a hobby. Need for Speed Carbon. New in the Winkel. Hier is of Might and Magic 5, Hammers of Fate, de allereerste uitbreiding af. Ja, ik moet eerlijk waar beginnen. Ik heb Heroes of Might and Magic 5 gespeeld, maar niet zo ver als dat ik zou willen. Want het is heel verslavend. Hè? Die turn-based, je hebt die mappen, je hebt je personage, je verzamelt legertjes, je bouwt steden uit. Het is grafisch een enorme voorsprong tegen ervoor, maar de uitbreiding, Praga, die laat ik helemaal aan jou over. Serieus? Ja. Serieus? Oké, dus in deze nieuwe uitbreiding eerst en vooral een nieuw ras, wat onze Rudy heel blij gaat maken, de dwergen. Daarbovenop 15 nieuwe missies. Allee, nee, één nieuwe campagne onderverdeeld in 15 nieuwe missies. Er zijn ook 15 nieuwe mappen, die je ook apart kan spelen. 5 solo en 10 multiplayer. Ook een heleboel nieuwe heroes, artefacts om te verzamelen. Monsters, gebouwen, items, noem maar op. Voer voor de turn-based strategie van die divisies van een flinke portie fantasy op zijn World of Warcraft. Ik moet het zeggen... Het lijkt er soms op, maar de gameplay is wel helemaal anders. Dus wie deze Heroes of Might and Magic, want het klinkt allemaal wel lang eens woord, Heroes of Might and Magic 5. Hom 5. Fantastisch vond, heeft geen enkele reden voor deze uitbreiding te missen, zeker niet. Ja, ik kan niet zeggen dat het al onverwacht, maar het is pas sinds een week of 2-3 dat we ze hebben liggen. En ook deze keer weer gewoon verslavend. Ook, je loopt rond door een 3D-wereld, onderweg kan je van alles doen. Eens je een gevecht aangaat, schakelt het map over naar een strategische map, onderverdeeld in vakjes. Ieder om beurt een schaakspel. Ja, het is gewoon die goede, oude, vertrouwde speelstijl, waar iedereen zijn rug naar heeft gekeerd, maar waar zij van bewijzen dat het nog steeds werkt. Ja, gewoon, we moeten er niet over twijfelen. Als je hem had, de vorige, de 5, koop je gewoon in deze. Ja. Plezier gegarandeerd. Heroes of Might and Magic 5, Hammers of Fate. We staan hier in Schoten van Dark Messiah. Of Might and Magic, want Frank boeit het niet echt, dat game. Ja, dat zijn niet mijn games, man. Bro. Ieder zijn genre. Ja, op eerste zicht zou je kunnen zeggen, het is een rollenspel. First person, zo'n beetje zoals Oblivion. Maar helemaal anders dan Oblivion heb je hier niet dus die wijde open wereld waar je op planning kunt trekken. Hier heb je een soort shooter gameplay. Dus een lineair... Ja. Het is hier met een boeien. Het is een verborgen shooter eigenlijk. Met die verstande dat je zwaardgevechten hebt, dat je dingen kan trappen, dat je magische vuurbollen en andere spreuken kan doen. Wat Oblivion ook had. Wat Oblivion ook had, maar deze keer is het één. Het is de engine van Valve, dus waar ze de Half-Life 2 op hebben gemaakt. Dat merk je. Dat merk je niet alleen in de grafische weergave van heel dat spel, maar dat merk je ook in de manier waarop als heel die wereld lijkt te gehoorzamen aan echte natuurwetten. Dus je kapt ergens iets door, wat er boven komt, valt. Als je iets in brand steekt, alles wat dat hout is, en fikt mee op. En dat is ook een heel creatieve manier voor iemand die bijvoorbeeld ergens achter een houten vat zit te schuilen. Je steekt dat vat in brand en je komt er lekker een barbecue worstjes op. Uitgekomen. Dus dat maakt het allemaal knap. Je kunt iemand met een zwaardgevecht aanvallen. En dat is ook heel knap gedaan. Deze keer is het echt met die vroeger was dat zo klik en dan zeg je... En dat vond ik nog... Daarom ben ik echt afgehaakt aan die stomme kutgames, man. Hier werkt dat echt. Nee, deze keer is het echt zo links naar rechts en nog... Het zit Wii-effect zo.
Ja, maar dan met de muis. Dus, met de muis. Dus eigenlijk niet het Wii-effect. Dus vergeet het Wii-effect. In ieder geval, je gaat door levels. Die zitten bloedmooi in elkaar. Je zit constant rond te kijken. En je zit eigenlijk heel een tijd ontzoeken op den duur. Niet naar het verhaal en dit en dat. Want dat valt eigenlijk een beetje tegen. Maar naar manieren waarop als je tegenstanders op een zo boeiend manier, mogelijke wijze kunt een stukje krijgen. Toch een beetje zo Hitman. Zo. Andere manieren zoeken om mijn level uit te... Maar je hebt de vrijheid niet in het level. Andere manieren voor een vijand aan te pakken, maar niet andere manieren om een objectief te bereiken. Want je gaat... Daarvoor is het te lineair. Daarvoor is het echt te lineair. Maar bijvoorbeeld als je met een pijl en boog schiet, moet je er boven mikken. Want de zwaartekracht zal er aan. Je kunt een vijand helemaal keihard proberen aan te pakken. Je kunt gewoon in zijn rug naderen en hem over het randje duwen. Dat is eigenlijk even goed. Ja, dat is net zo perfect. Je kunt hem bevriezen om erna in stukken. Dat is dan meer de magische aanpak van de zaak. Maar ik vind... Ja, wat boeit er u dan zo aan? Het boeit mij erin omdat ik zie het vooral als een shooter en minder als een rollenspel. Rollenspel is personages opbouwen, al die skills die je uitbouwt, sterkere spreuken en gelijk. Hier worden de tegenstanders iets te snel meesterk, dus dat maakt niet echt uit. Je moet die wel upgraden, die spreuken, maar dat maakt het niet echt beter. We hebben nog een zeer leuke verrassing voor Dark Messiah. Ja. Nee, niet voor Dark Messiah, voor de kijkers. Voor de kijkers en vooral voor de spelers van Dark Messiah. Er is een kunstwerk van de artist die ook aan Dark Messiah heeft meegewerkt. En er zijn er al 5 van gemaakt, dus heel zeldzaam. Ze zijn getekend, dus dit is de 2e van de 5. En die kan je winnen. Wat moet je ervoor doen? Je schrijft een review van Dark Messiah, dus je speelt het eerst. Man. Je speelt dat game, je schrijft een review van 500 tekens. 500 tekens en 500 letters, 500 characters, misspaces en alles bij. En gemaild dat door naar redactie@junk.be. Dan komt dat bij de Praga. De Praga kiest er de beste uit. En dan komt er maar naar hier. Je kunt dat ding meepakken, want het is veel te zwaar voor op te sturen. En pak de Praga dan ook mee. En we gooien er nog iets anders op ter compensatie. Dus het komt wel goed. 500 tekens, redactie@junk.be. Junkers, dit was hem weer voor deze week. Volgende week zeker kijken, want dan hebben wij een ongelofelijke special van... De Wii. Wii! Windows nieuwe console is er. Ja. De Frank gaat er volledig zijn eigen mee uitleven. We hebben al 3 keer dat ding moeten afpakken. Maar alles erover volgende week. En zeker kijken, want we hebben nog een aantal heel leuke verrassingen voor die uitzending. BV's komen de Wii testen, bijvoorbeeld. Dus volgende week stem af op TMF, de allercoolste jongerenzender voor het allerbeste gamesprogramma van België. Ondertussen kan je ook surfen naar Junk. En natuurlijk, beste gamers, niet vergeten, het allerbeste en nummer 1 gamesmagazine van België ligt nog steeds in de winkel, Junk Magazine. Tot volgende week. Dat was uw vingerken. Doei dan.